Het is een goede zaak dat we in Suriname belasting over toegevoegde waarde implementeren, zegt Konrad Issa, algemeen directeur van Lucky Store. Hij is van mening dat dit systeem voor een veel eerlijkere vorm van belastingafdracht zorgt. Ik vind het een kwalijke zaak dat er ondernemers zijn die aangeven dat ze dus niet op de hoogte zijn of dat ze niet weten wat te doen. Het is eigenlijk je taak. Het is een wet en het is belangrijk dat we ons houden aan de wet. En ik merk dat er in plaats van de energie te stoppen in het klagen over de wet, als je je energie stopt met je organisatie om de wet op een juiste manier te gaan implementeren, dan kunnen we sneller het jaar beginnen. Met name moet ik het verdelen in twee groepen. Er is één gedeelte waarbij wij zelf hebben ervaren dat met een van onze NV's het in de laatste 3 weken voor eind van het jaar onmogelijk is geweest om een VIN-nummer te krijgen. Dus een BTW-nummer te krijgen. Waardoor je dan eigenlijk dus de fout zou moeten schuiven naar de andere kant. En dat is dus de overheid, de Belastingdienst, die dan misschien door een of andere redenen, we konden de online registratie niet afronden. Omdat de groepering van waar dat bedrijf precies hoort nog onduidelijk was. Wij zorgen als bedrijf ervoor dat de communicatie naar de klant toe goed verloopt, zegt Issa. Hij vindt dat miscommunicatie en steken laten vallen door de ondernemers niet te schuiven valt in de schoenen van de regering. Op 2 januari was ons bedrijf en vele andere bedrijven waren gewoon ready. Het systeem, onze software, was zodanig ingericht dat wanneer de klant een bon kreeg, dat de klant duidelijk kan zien wat ze betalen en welk deel van hun inkopen BTW gerelateerd is. En dat is gespecificeerd op de bon, inclusief BTW-nummer van Lucky Store. Dus dat hebben wij gedaan. En het vervolgtraject en de komende dagen, natuurlijk hebben alle bedrijven kleine haakjes en oogjes bij de implementatie gehad. Maar belangrijk is dat in de komende 2-3 dagen wij dus ook via onze social media, onze website en intern naar ons personeel, wat al gedaan is, nog meer informatie gaan verstrekken met betrekking tot de toepassing van BTW. Issa stelt wel dat er vanuit de overheid, met name de Belastingdienst, veel strakkere maatregelen en een kwalitatief controlesysteem toegepast moeten worden bij het niet naleven van de wet BTW.